meiden, gaan we lekker op vakantie. Hey, dit is lekker, hè? Stoppen. Wat is dit? Ik wil op vakantie, man. Wat is dit nou weer? Wie van jullie kan zich dit nog herinneren? Dat je op vakantie gaat met je ouders, dat je dan moest wachten voor een slagboom. Zo. Ja. En die lange rijen zo. Iedereen toeteren en door elkaar heen, één grote chaos. Maar ja, tegenwoordig heb je dat natuurlijk niet meer, want we hebben gewoon open grenzen in Europa. Dus je kunt eigenlijk overal doorrijden. Stel nu dat je voor het vluchtig crimineel bent en je probeert de grens over te gaan. Dan is er eigenlijk ook niks om je tegen te houden. Niet veel. Daarom wil ik dat jullie dus vandaag een barrière maken die je op het moment dat er een crimineel aankomt in één keer over de weg kunt schuiven. Okay. Maar ja, die auto die komt natuurlijk met een flinke vaart aanrijden. Dus ik wil ook dat jullie iets verzinnen om die auto af te remmen. Gaat het lukken? Ja, dat moet wel lukken, toch? Ja. De vraag is dus eigenlijk, wie kan er het beste een douanebarrière bouwen? Zijn dat de meiden of de jongens? Dat gaan we checken. Okay. Wat ik dus zat te denken is wat je wel eens in film ziet en zo. Zo'n spijkermat. Ja, klopt, want de banden moeten sowieso lek. En misschien kunnen we iets maken van een soort muizenval dat hij in één keer verder kan. Ja. Zo. Ja, een soort van klein rampje die je bouwt die zo is. Dus zodra hij hierin komt rijden, dat hij zichzelf een beetje tegenhoudt. Ik denk dat we het misschien niet moeten gooien, maar een soort van uitschuifsysteem moeten maken. Waardoor het soort van naar elkaar toe kan trekken een of soort, zo. Een soort schaar. Ja, en dat hij dan zo uitgaat. Okay. Jongens, meiden. Beetje idee wat je wil gaan doen? Ja. Ja. Oké, mogen jullie dan de schoot open? 3, 2, 1, go! Oké, we moeten iets van materialen. Oké, uit zo'n fit elastiek en zo. Misschien iets van hout. Zij gaat iets met elastieken doen, wat? Nee. Nigel. Oh, dit is een stekker. Wat denk je? Is dit goed voor scharnieren? Prima. Aan de kant, Nigel. Oh, wat? Dit is serieus wat we nodig hebben. Nee, joh. We zijn er gewoon 3 keer bij gerend of zo. Check, maar ik denk niet eens dat we op dit punt echt meer nodig hebben, toch? Of wel? Dus hij moet hier eigenlijk al afremmen. En hier moet hij gewoon echt stoppen. Dus dan zou het bijvoorbeeld zo zijn met hout. Ja, en dan lift hij zichzelf ook weer omhoog. Oké, en eigenlijk wil je dan toch als de auto aankomt rijden, dat hij dan in is. En dan als hij er net is, dan doe je zo pats, toch? En hoe gaat de auto echt stoppen? Want ik kan wel een stukje doorrijden met plakbanden. Als we dan gewoon elastieken spannen. Oh ja. Het lijkt dus een cactus. Het is gewoon een hele grote kraaienpoot. Wat doen ze 9 van de 10 keer als het boef probeert te vluchten met de auto? Ja, een spijkermat uitrollen. Exact. Wij rollen hem niet uit, wij schuiven hem uit. Dan zie je altijd in zulke actiefilms dat mensen eigenlijk op hele grote springkussens springen. En dan remmen ze af en dan vallen ze zacht. Ik wil straks alleen wel eerst zien hoe jullie de auto gaan afremmen. Want dat is natuurlijk ook wel belangrijk voordat je die barrière gaat testen. Ja. Het zijn gewoon 2 palen. Ja. En daartussen spannen we allemaal elastieken. Of touwen. En touwen, zeg maar, wat materiaal. Gewoon een beetje meeveert. En dan is het een soort van reversed catapult. Goeie plannen, nu alleen de uitvoering nog. 1,5 uur de tijd. Zie ik jullie zo buiten. Oké. Meiden, dan maak ik hem even korter, ja? Oké, top. Nog meer. Die zit. We gaan eventjes de meiden testen. Ja. Ik zag een plastic buis liggen als we die over de schutting doen. Naar wat water in. Ja, jammer jongens. Maar nu weer verder. Er is een hoop te doen. En over 1,5 uur is het alweer tijd voor de eerste check. Kijk, en dan huts. Oh. En dit. Oh, weer terug naar elkaar. Best wel soepel, hè? Hij moet natuurlijk even goed vastgezet worden, maar het principe werkt. Ja, en ik weet echt zeker als hier een auto overheen gaat, dan hoor je meteen... Nou, daar ben ik wel benieuwd naar. Moeren vast, tijd voor check 1. Daar gaan we dan. Eerste test. Ja, spannend. Leg nog even kort uit, ook voor de jongens, wat jullie systeem doet. Ja, nou, dit is onze constructie geworden. Mabel die gaat straks rijden, die komt tegen die... 4 staande paaltjes aan. Daardoor klapt hij om. Waardoor deze omhoog gaan staan. Ja. En onder de auto terechtkomen. Waardoor hij hopelijk afremt. En precies. En dan heb je nog de schroeven voor de banden. Mocht ze er overheen rijden, dan gaan de banden ook nog lek. Ik denk dat het wel kan werken. Maar ik heb ook zo'n gevoel alsof die auto er gewoon overheen kan rijden. Oké, nou ja, we gaan het zien. Ben je er klaar voor, Mabel? Ja. Mag je de auto starten en er overheen rijden? Gaan we. 3,
2, 1, go. Oké, Mabel, go, go, go. Gaan we nog een keer. Poging 2. 2, 1, go. Oh, ja, dat werkt niet, hè? Nou, jongens, jullie hadden gelijk. Hij is dwars doormidden. Ja. Oh, als een tandenstoker. Ja, echt, hè? Ja. En toch denk ik nog steeds dat het principe wel kan werken. Ja. Alleen jullie moeten dat wel echt een stuk steviger maken dan deze tandenstokers, inderdaad. Ja, nee, dat komt wel goed. Dat moet sowieso lukken. Ja. Misschien iets van staal of zo, dat we daarmee kunnen doen. Oké, nou, we gaan snel naar die van de jongens. Ik ben heel benieuwd, die van jullie is wel van staal. Ja, stevig. Ja. Ben je er klaar voor? Ja hoor. Meiden, let goed op, hè? Ja, we kijken. Kijk. Ah, hij heeft geoefend. Ja, laat hem los natuurlijk. Ja, dat zou ik wel loslaten inderdaad. Als je auto aangesleurd. Oké, meiden. Ja, ik vind hem een beetje fragiel eruit zien. Hij ligt daar nu zo, maar zodra die auto met volle snelheid eraan komt en veel zwaarder is, gaat hij sowieso heen en weer. Hij schuift weg eigenlijk. Ja. Oké, nou, we gaan het zien. Ben je er klaar voor, Rick? Ja. Mag je de motor starten en dan ga ik aftellen. Oeh, stap je naar achteren? Ja, een klein beetje. 3, 2, 1, go! Beetje snelheid, goed zo. Goed, 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 goed. Wacht op! Wacht, luister eens. Hoor je? Ja. Ja, hij zit er hierin hoor. Wel? Ja. Aha. Zie je, jongens, hij zakt echt naar de grond. Nou, geslaagde test, toch? Ja, zeer geslaagde veeltest. Ik vind het wel echt een goed systeem, jongens. Blij mee? Heel blij mee. Zeker. Je hebt wel weer nieuwe gemaakt. Zo die Deze is wel kapot. Meiden? Ja. Het is wel een stukje beter, hè? Ja, pijnlijk om te zien, maar hij deed het toch wel beter dan verwacht. Ah, jullie hebben nog genoeg werk te doen, want meiden, jullie moeten iets heel nieuws maken. En jongens, jullie moeten deze opnieuw maken. Ja. En over 2,5 uur hebben we de tweede check. En dan wil ik zien hoe jullie de auto echt tot stilstand brengen. Dus de barrière testen. Oké. Aan de slag. Let's go. Eens zien of de meiden een alternatief vinden voor hun luciferhoutjes. En wat de jongens nou precies met die elastieken van plan zijn. We hebben hout gebruikt en dat is allemaal gebroken. En we willen ervoor staal gaan. We moeten echt ervoor zorgen dat er met die stalen pootjes het wel echt op de grond ligt. Ik ben een auto, ja? Ik ben een crimineel, ik wil naar de overkant. Hoi! Hey. Zo! Hey, maar ik denk dat we nog wel meer elastieken ertussen moeten doen. Ja, vol meer elastieken. Deze die ligt hier dus op. Zodra deze dus door de auto aangetrokken wordt, valt deze mee naar beneden. Neemt hij het hendeltje mee en dan spuit het schuim eruit. Ja, op de auto. Ja, op de auto die er voorbij rijdt. Ja, we zitten wel in de weg. Oké, nou hou hem vast, hou hem vast. Iemand... Ja, zit erin. Ja, ik heb hem. Oké. Hé, maar even. Dat was strak. Was les, kom eens. Je kan heel prima een bowlingbal mee lanceren. Een bowlingbal? De bedoeling is dat het straks een voertuig tegenhoudt. Even testen. Kijk hier. En je gaat ook echt niet terug. Nee. Ah, het is dat deze een rem heeft. Als je dit met een fiets doet, dan schiet je gewoon echt 5 meter terug. Ik vind het wel fantastisch. Goed gevonden, jongens. En straks wordt het natuurlijk een auto. Ja. Denk je dan dat dit genoeg is? Nee, zeker niet. Ik denk dat we nog wel eventjes een paar rondjes om dit ding heen moeten lopen. Oké, doe dat dan nog eventjes. Jullie hebben nog een kwartier de tijd. Dan gaan we zo meteen echt testen. Zo, dat is een flinke verbetering. Dit is het gewoon al. Ja. Dus we willen eigenlijk vragen of we in plaats van dit gaan testen, of we misschien ons, onze vertraging kunnen testen. Een paar poederblussers willen we op het raam gaan spuiten van de auto's. Zodat de bestuurder gewoon helemaal niks meer kan zien. En dat hij uit angst zijn rem maar intrapt. Ja, dat hopen we eigenlijk wel. Hoe lang heb je daar nog voor nodig? 20 minuutjes. Ja, zoiets. Nou, dat is fijn, want je hebt het team. Wow. Succes, hè? Oké, ja. Hun metalen klapsysteem wordt de barricade. Voor de vertraging is dus een nieuw systeem nodig. Ik denk dat de auto ongeveer hier komt. Ja. Hoe brandblussers een bestuurder vertragen en hoe elastieken een auto stoppen, dat zien we in check 2. Zo jongens, tweede test. Ja. Nou ja, het principe heb ik al gezien. Mm-hmm. Leg het nog heel kort even uit voor de meiden. Wat gaan we doen?
Nou, die auto rijdt gewoon zo meteen in allemaal elastiek gebonden tussen als het ware twee palen. En dat remt hem gewoon waarschijnlijk. Ja, meiden, wat denken jullie ervan? Ik vind die palen een beetje slapjes eruit zien, hoor. Dus ik weet niet of die het wel, wel houden. Het is ijzerschat. Kijk maar, als jullie er tegenaan leunen, gaat hij al zo heen en weer. Ja, er moet een beetje frictie op zitten, hè. Dat is gewoon hartstikke normaal. We gaan het gewoon zien. Ja. Klaar voor, jongens? Ja. Zeker. Oké, in 3, 2, 1, go. Zou die wel recht gaan? Oh. Kijk, kijk, alsjeblieft, alsjeblieft. Kijk dan! Hier, een soort extra functie, hij trekt hem weer terug hier. En hij veerde ineens zo heel erg hard terug. Ik bedoel, hij ging er mooi in, kwam er mooi weer uit. Ja, zo slap als dat jij dacht dat het is, dat is het niet, hè? Nee, hij is nog best wel goed. Oké, meiden. Even voor de jongens natuurlijk, want zij gaan iets anders testen namelijk. Okay. Ja, dat vorige ding hadden gebouwd, dat hout, ja, die hebben we nu helemaal omgebouwd tot staal. Dus dat zit helemaal goed. Die gaan we niet meer testen. Maar we gaan nu testen hoe de auto kan afremmen. Dus dit wordt een afremsysteem en het vorige wordt een stopsysteem. Okay. En wat hebben jullie als afremsysteem bedacht? Ja, dit zijn de brandblussers. En wij hopen dus dat de bestuurder schrikt, omdat wij het zicht voor hem belemmeren door de brandblussers en daarna op de rem gaat staan. Ja, jongens, wat denken jullie ervan? Gaat dit werken? Nee, nee, nee. Ik denk niet dat het gaat werken. Ik bedoel, elke auto heeft toch gewoon een ruitenwisser? Dus als je gewoon je ruitenwissers aanzet, dan is het toch gewoon weg. Maar ook afschrik van een beetje poeder, nou. Nah. Oké, maar dus hebben we er niet heel veel vertrouwen in, maar wat gaan we gewoon doen? Klaar voor? Ja! Oké, 3, 2, 1, go! Mama Bel? Ik ga ook niet naar achterop. Oh, jongens! Wat een zon! Volgens mij. Had je er last van? Nou, eigenlijk niet zo heel veel. Het was meer zo van, ja, beetje schrikken misschien. En dan ga je een keertje met je ruitenwissers. En dan... Onder de indruk? Nee, ik zie, dit meer, ik zie dit meer als een gratis win. Ja, mooi fonteintje, maar... Ja, meiden, kijk, jullie hebben nu jullie stopsysteem die je niet echt getest hebt, waar je wel heel veel vertrouwen in hebt. Ik denk dat kan werken. Ja. We gaan echt nog even bezig, denk ik. Ja. Denk ik ook. Jullie hebben nog een uur de tijd, beide teams. En dan gaan we naar de finale. Ja, top. Ja, dat is wel genoeg, toch? Wordt meteen ondergespoten door de brandblussers. En terwijl die hier komt, trekken we met de touw naar beneden, vallen de gewichtjes naar beneden en komt dit in het zicht van de auto. Ja. Zullen we één keer testen? Ja. 3, 2, 1, go! Volgens mij doet hij het toch? Hier achter mij zijn de jongens en de meiden de laatste hand aan het leggen aan hun grensovergang. Ik ben heel benieuwd welke van de twee teams gaat winnen. Deze auto wordt straks als vluchtauto van de crimineel ingezet. En de vraag is natuurlijk, welke barrière gaat deze auto het beste tegenhouden? Wordt dat het spinnenweb van de jongens of wordt dat de klaphaak van de meiden? Je gaat het zien in deze grensverleggende finale. Finale, daar gaan we! Ja, helemaal klaar voor? Ja, zeker. Helemaal. Oké, we beginnen bij de meiden. Want jullie gaan zo meteen als eerste ook. Vertel eens even, wat hebben jullie nog gedaan en bedacht na de laatste test? Nou, we vonden dat we een beetje weinig brandblussers hadden. Dus we hebben het uitgebreid van 2 naar 6. En alsnog een extra verrassingseffect. Hebben we nog een soort zeil eronder gedaan met 2 gewichten. Dat op het moment dat er een crimineel langskomt, dat de zaal naar beneden gaat en dan gaan de brandblussers open. Dan gaat hij dus hopelijk hier tegenaan, waardoor hij omklapt. Deze aan de onderkant van de auto komen. Ja. En de auto afremt. Ja, jongens, wat vinden jullie ervan? Ja. Het is met name heel erg handig, denk ik, als een auto in de fik staat. Hè? Zo met die brandblussers, zo'n blusdekentje. Ik denk een beetje moi. Ja, jullie hebben meer vertrouwen in jullie eigen systeem? Ja. Ja. Oké, maar wat hebben jullie dan nog aangepast na de laatste test? Nou, kijk, we hebben sowieso deze nog, want voel eens. Dat is wel scherp, dat is scherp, ja. Niet te veel druk opzetten, hoor. Kijk. Nee. En dan eigenlijk heel simpel, pak je hem hier vast. 3, 2, 1. Bam!
En hij ligt. Ah, en twee stuks ook? Ja. Ja, want de vorige keer ging eigenlijk maar één band lek. Dus nu twee voor allebei de banden. En jij zei van, nou, hoe krijg je dat net natuurlijk binnen 2 minuten goed zijn plek? Dus nu hebben we de wat meer elastiek gesponnen, gespannen eigenlijk. Maar we hebben het ook wat losser gespannen. Dus daardoor kan je nu heel makkelijk, staat hij dus eigenlijk hier tegen de container aan. En dan kunnen we hem gewoon zo met z'n één of met z'n tweeën weer vastzetten, heel makkelijk. Nou, ik ben heel benieuwd. Meiden, als jullie dit zo zien, worden jullie dan een beetje angstig of nog wel meer vertrouwen in je eigen systeem? Maar ik vind dat best wel schattig, een beetje zo'n... Schattig. We beginnen met de meiden. Ik heb al wel één dingetje. Jullie moeten deze wel eerst weghalen. Ik geef zo meteen namelijk een seintje. En dan moeten jullie zo snel mogelijk deze neerleggen voordat de crimineel er is. Oké. Klaar voor? Ja. Gaan we klaarstaan. Ja. Opzij. Ik ben blij dat ik geen crimineel ben, want ik vond het er wel heel spectaculair uitzien. Zijn jullie klaar voor, meiden? Ja. Ik kreeg namelijk net door dat de auto eraan komt. Dus aan jullie taak, zet dat ding neer. Oké, okay, heel snel. 3, 2, 1. Yes. Heb je hem daar, Luna? Ja. Oké, ik heb hem hier vast. Oké. En nu... Meiden, langs. Opschieten, hè? Ja. Kom op. Staat hier. Oh, daar komt hij. Ja. Oké. Gaten in, jongens, maar ja, jullie zien het niet. Wat heftig. Voor de grens. Nee. Wow. De crimineel is ontsnapt eigenlijk. En kijk eens, wat is het probleem? Hij is gewoon als een soort hekje rechtdoor geschoven. Meegeschoven. Ja, dat was een leuk bedacht. Maar ja, niet goed genoeg. Nee, helaas. Maar eerst de jongens nog. Kijk wat we gaan doen. Klaar voor? Ja, zeker. De taken zijn verdeeld, dus... Oké, dan mogen jullie nu aan de slag, want ik hoor dat hij er bijna aankomt. Oké, okay. Okay. Jongens, tempo. Hey. Ja, we zijn weer los. Dit is wel echt hier, hè? Ja. Go, 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 zien, hoor. Snel. Ja, go, 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 go. Hij komt eraan, jongens, kom op. Onze clip is de beste, meiden. Ja, rennen, jongens, dat kan, joh. We gaan naar de kant. Alsjeblieft. Ja. Oh, jongens. Zo, ja, dat ziet er wel... Hij zit nog wel vast in de tanden, zie je dat? Ja. En hij staat voor het grootste gedeelte nog in Nederland, hè? Ja. Dus jongens, als antwoord op de vraag wie kunnen er het beste een barrière houden om criminelen bij de grens te stoppen, dat zijn toch echt de jongens? Echt pure winst. En jullie weten wat dit betekent, hè? Ja. Kijk maar eens achter jullie. Er wordt een ouderwetse ijsbucket challenge. 3, 2, 1. Ha ha ha!